Ik las het laatste stukje over uh, Lightyear. Heb je dat ook in de NRC gelezen? Eh, zeker. Niet een stukje, maar meerdere omvangrijke stukken. Omdat het bedrijf waar jij altijd hoog van opgaf. moest ja, wel ja. aan je denken, moet ik zeggen. Van fantastisch. We zouden er nog een keer heen gaan. En dat zo. gaat niet meer gebeuren, Dat denk gaat ik. niet meer gebeuren, want de zaak is op de fles gegaan. En ja, ik moet je zeggen, als je dat dan leest. Dit is een klassiek fenomeen van een start-up. He, dat, je hebt een leuk idee, dus die start-up krijgt wel geld. En dan, dan kom je op, in die, die initiële fase, dat is goed te doen. Dan krijg je ook reclame, leuk idee, wat een auto ongelooflijk. Ik bedoel, die drijft zichzelf voor het bewijs, wat spreken. Allemaal al niet zo. Maar, eh, en dan kom je in een fase dat er concreet iets gedaan moet worden. En die bestond hier uit het bouwen van een onwaarschijnlijk dure auto in een Fins bedrijf. Ja, en maar die tegelijkertijd gepaard ging met een enorme expansie van het personeel, begreep ik. Van 200 man tot 600 man. Ja, ik vond het, het schok hoeveel mensen daar inderdaad werkten. Ja, en dus en ook op een heel hoog tempo waren die mensen aangenomen in deze de, de tweede fase van, van de start-up ontwikkeling. En dit is volgens mij iets wat veel voorkomt bij dat, dat de start-up eigenlijk struikelt over zijn eigen ambities tenslotte. Ja, ik begreep dus nu dat die kern eigenlijk. Ik zag die auto. En het, kijk, ik weet nou niet of het handig is om, om als start-up te beginnen met een auto die 240.000 euro kost. Dat leek mij niet. Ze hadden dan bestellingen lopen voor een beloofde veel goedkopere versie. Waar ik niet eens een plaatje van heb gezien. Dus dan denk je, nou ja, hoe ver zijn we er eigenlijk met een. En voor 40 mil. Gaan we nou eens even kijken wat er, wat er elektrisch te kopen is voor 40 mil. Ja, nou, volgens mij alleen dat Chinese ding, wat, wat iedereen verrassend goedkoop vond. Maar zelfs een, een i3, een Volkswagen i3, waar je gewoon een stuur in wil hebben en een kachel. Die zit al boven de 40 mil, volgens mij. Ja, dus dan is deze latje veel te duur. Ja, absurd. Dat is natuurlijk wel nu nog zo. Het kan zijn dat die prijs gaat dalen. Nou ja, ze kondigden een, een ander type aan, wat ze op de, wat termijn gingen bouwen. Ja, misschien had je toch iets langer moeten wachten. Een, een tweede goedkoper type ontwikkelen. Maar ze hebben natuurlijk ook, zoals iedereen, natuurlijk enorm naar, naar Tesla gekeken. Tesla is natuurlijk gestart eerst met een, een raar sportwagentje, als ik het me goed herinner. Dat hebben ze toen nog in het heelal geschoten. Mm. Worden dan nou, de, de aliens, die rijden daar nu in rond daar. Eh, en toen zijn ze maar eerst met die grote Tesla gekomen. Vergeet niet dat die, eh, zelfs met subsidie, rond de ton kosten of meer. Eh, en eigenlijk is de echte doorbraak bij Tesla is het type 3. Wat, een, laten we dat er even bij zeggen, een buitengewoon elegante auto is. Ja, hier staan er ook weer een paar in de stad. Ja, dat is ook massaal verkocht. En het gaat goed met Tesla nu, als je de laatste cijfers van de beurs ziet. Ja, maar het gaat. Nou, het ging eigenlijk helemaal niet zo geweldig met Tesla. En vandaar ook dat ze een enorme prijsverlaging hebben doorgevoerd, die echt vrij substantieel is. Mm -hmm. dus Kennelijk waren die marges nog vrij groot. Zo ja, Tesla. maar de beurscijfers laatst waren wel echt goed. Deze Tesla 3, als je dat ding met twee motoren koopt en, en, en nog wat poppenkast. Daar ben je ook, althans als particulier. Ben je ook tegen de 70 mil kwijt, denk ik. Ja, maar ik begreep bij Lightyear ook dat het aantal financiers ook achterbleef. Ja, die zagen erbij natuurlijk een beetje hangen toen ze zagen dat ze begonnen waren met een 240.000 euro kostende auto te bouwen in Finland. Waar ze ook weer gestopt zijn, begreep ik hè, Finland. Dat is alweer. Eh... Ja, ja, precies. Hij zei, ik weet niet, ik ben niet of er nog een prototype is afgemaakt. Ja, en 600 mensen ook eruit, ja, ja. van de volgens mij 650 in totaal. Dus er blijft een hele kleine kern blijft er over. Ja, nou goed, de, 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 de faillissementbeheerder, mensbeheerder, hoe heet, wie iemand ook weer, die gaat nu kijken of een doorstand mogelijk is. De curator. Is. Ja, de curator gaat kijken of een doorstand mogelijk is. En misschien zijn die ideeën op basis waarvan aanvankelijk kennelijk een vrij ruime financiering voorhanden was. Van een zodanige aard dat een andere producent er wel in geïnteresseerd is. Ja, en nou dan hoorde ik. Ik uh... weet niet of wat er aan gepatenteerd is, dat zou ook interessant zijn, want daar kun je wel mee handelen. Ja. Zullen we dat zo straks met Tesla zien? Hij is schatrijk geworden van de patenten. Volgens heeft hij het geld allemaal over de balk gegooid, maar goed, uh, over de balk gegooid, nou. In allerlei opzichten niet verstandig belegd, laat ik het zo dan zeggen. Uh, dus ik heb geen idee. Als het echt waardevolle ideeën zijn, dan zullen die voortleven. Maar is het Lightyear-project mislukt? Dat denk ik wel. Dat je dat je nou, we moeten het even afwachten met de kans dat ze er plotseling een soort van, van een Messias zal aanbieden. Die zegt, jongens, ik steek er nog eens een keer een half miljard in om, om nee, een hele dure auto's in Finland te bouwen. Nee, dat denk ik. Het, 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 het was dus kennelijk toch niet een levensvatbaar plan. Ja, dan nou sprak ik ook wel wat mensen rondom Lightyear en die zeiden: Ja, eigenlijk is het een soort van fars. Ze hebben het bewust failliet laten gaan omdat ze dan van al die mensen af, af zijn en kunnen ze met de winstgevende dingen kunnen ze door. Nou ja, dat zou kunnen. Dat zou typisch eh, Amerikaans bedrijfsbeheer zijn. Niet altijd netjes naar mijn idee. Eh, dat, dat is mogelijk.